Hallo, ik ben Moot van Houwaard en ik sta hier met mijn boek Het Stad in Mei, recent verschenen. Een verzameling van al mijn stadsdichterschapsprojecten van de voorbije jaren. En in dat boek staat het gedicht Monument voor de Vrouw. Nu, het is mij opgevallen dat er in Antwerpen voornamelijk standbeelden staan van mannen, vaak 19e-eeuwse helden, en dat het ons misschien toch wel aan standbeelden voor vrouwen ontbreekt. Vandaar het gedicht Monument voor de Vrouw. Nu, hier in Hoboken staat er een heel bijzonder standbeeld. Het is het standbeeld van Tel Uilenspiegel, weet u nog? Die volksheld die allerlei streken uithaalde. Nu, het is een heel speciaal standbeeld, want aan de andere kant, dat zal u straks zien, staat een vrouw, namelijk Nele, zijn vriendin. Nu, ik ga zelf ook een beetje een streek uithalen, want terwijl ik het gedicht Monument voor de Vrouw voorlees, zal u zien dat die man langzaamaan verandert in een vrouw. Een beetje magie. Monument voor de Vrouw. Maak haar van takken. Waar elke lente nieuwe knoppen aankomen. Maak haar van het ruisen van bedreigde bomen. Maak haar van water, van druppels dauw, van de ochtend die erin parelt. Maak haar van licht, van schaduw, die makkelijk langs de muren klimt. Van vergeelde geschiedenisboeken waarin zij ver te zoeken is. Knoop haar uit rafels van keukenhanddoeken. Klop haar op uit zakken vol dons. Maar maak haar niet van brons. En als je haar daar toch uitgiet, laat haar dan niet afkoelen. Houd haar heet en stromend. Maak haar niet van steen. En als je haar daar toch uitkapt, hou haar dan zo dat ze er makkelijk uit kan breken. Laat het monument het moment om zich voortdurend te ontplooien. Om, wanneer ze maar wil, aan haar maker te ontkomen. We hebben zo net het standbeeld gezien van Tel Uilenspiegel en Nele. En ik neem jullie mee naar nog een bijzondere sightseeingplek hier in Hoboken. Echt een must-see. Als u nog nooit bent geweest, dan moet u echt naar Hoboken komen om deze fantastische hondenloopzone te ontdekken. Een heel tof terrein. Nu, men vraagt mij wel eens, waar haal jij als dichteres jouw inspiratie vandaan? En kan geïnspireerd worden door van alles, de grootste dingen des levens, maar ook de kleinste dingen, waaronder bijvoorbeeld een hondendrolletje. En het leek mij heel passend om dat gedicht hier voor te lezen bij deze fantastische plek. Het heeft een zeer toepasselijke titel, A Very Shitty Poem van de Hond. Zie daar, een man en een hond, die daarnet nog ploegden door de wind. Beide gehurkt in de straat. Ik denk, wat een geluk toch, dat alles hier slechts om een drolletje draait. De hond, de leiband en de hand van de man in plastic. Want als er geen drolletje was, hoe droevig was dan dit beeld? Van een man en een hond die zo net nog moedig ploegend, nu plots zonder richting hun draai niet meer vinden.